Hi, vis. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. Deze week is voor week nummer 41 en het is van maandag 8 oktober tot en met zondag 14 oktober. En als je kijkt wat de vissen te wachten staat voor week 41. Heb ik daarbij de volgende kaarten. De 9 van staven. De 10 van pentagrammen. En de 6 van staven. Het lijkt, beste vis, alsof die periode die je eigenlijk wat als moeilijk ervaren hebt, of misschien dat je het zelf wat moeilijk gemaakt hebt, die lijkt deze week weer wat opzij te gaan. Je hebt weer veel duidelijker hoe je verder moet gaan. Je voelt je ook echt weer thuis met je huiselijke situatie en je financiële situatie. Je bent echt tevreden met hoe je dingen aanpakt. En het hoeft echt allemaal niet per se een overvloed te zijn, maar eigenlijk hebben we het allemaal helemaal niet zo slecht. En dat is ook zeker het stuk wat je deze week heel erg duidelijk gaat krijgen. Dat je daar gewoon eigenlijk tevreden mee bent en dat de dingen ook gaan zoals je dat zelf wilt. En je bent zelf verantwoordelijk voor wat je wilt en hoe je het kunt krijgen. En wat je ervoor doet. En als je er natuurlijk niks ervoor doet, dan gaat er ook niks terugkomen. Maar op een gegeven moment, ook al heb je hard gewerkt, dan komt het niet meteen. Uiteindelijk gaat het zich terugbetalen. En zul je merken dat je toch eigenlijk dingen wel wat makkelijker voor elkaar kunt krijgen. Omdat het komt omdat je zo hard aan jezelf gewerkt hebt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.